De Stichting Surinaamse Zendingsvliegdienst, MAF, Suriname, is vandaag door de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS, gecertificeerd als Dangerous Goods Carrier. Dat houdt in dat de MAF ook vluchten waarbij gevaarlijke stoffen vervoerd worden, veilig kan uitvoeren. MAF is de eerste en enige vliegmaatschappij in Suriname met zo'n certificaat. De maatschappij houdt zich al jaren aan strenge veiligheidseisen, maar nu vliegt de MAF dus ook volgens de internationale geldende standaarden. Behalve dat de MAF vandaag gecertificeerd is, viert de maatschappij ook haar 54ste verjaardag. CASAS-directeur Angulio Wolf overhandigde het certificaat aan MAF-directeur Andy Bijkerk. U hoort ook de voorzitter van de Stichting Surinaamse Zendingsdienst, professor Martin Schalkwijk. Allereerst gefeliciteerd met jullie 54-jarig bestaan vandaag, dat hoor ik daarnet. En bij deze ook nog als verrassing, maar niet verrassing, welverdiend. Jullie aangepaste AOC met intussen jullie Dangerous Goods Approval. Op dit ogenblik en de bijbehorende exemption. Jullie zijn wat dit betreft de eerste open eten, mag ik het zo? In Suriname die dit behaald hebben. Dus gefeliciteerd. Succes ermee en be safe vooral. Ja. Alsjeblieft. Succes. Laat mij het bestuur van de MAF, omdat ik heb ook sinds kort heb nieuwe bestuursleden erbij, wil ik ook aan u voorstellen. Zelf ben ik dus Martin Schalkwijk, voorzitter. En we hebben in het bestuur als nieuwe bestuursleden mevrouw Ines Huizen, oud-directeur van het ministerie van Justitie, zodat we een goede juridische basis hebben. En mevrouw Thelma Douglas-Pinas, oud-directeur van het ministerie van Transport, zodat we ook daar een goede expertise hebben. En de heer Hamid Asghar Hamid, directeur van manager van de school. En we hebben dus ook een managementfunctie erbij. En u heeft zo net kennis gemaakt met de heer Andy Bijkerk, hij is onze directeur. Dat is dus het team van de MAF. We hebben nog één bestuurslid, maar die is uit Landen, de heer Erle Dera. En dat is het bestuur van de MAF. Bijkerk vindt dat met de certificering de MAF een historische stap heeft gezet in de vliegwereld van Suriname. U ziet hier een aantal verpakkingen. Die verpakkingen die voldoen uiteraard aan allerlei normen. Een van de spelregels die er is, is dat de verpakking moet voldoen aan de UN-certificatie. Dus daar staat een nummer op en dat nummer dat vertegenwoordigt een kwaliteit. Elke stof die je wilt vervoeren, die een aparte verpakking vraagt, die heeft een nummer. Die nummers, daar kunnen we mee uit de voeten. Patronen worden er heel vaak naar het binnenland vervoerd. Immers, de supermarkt is het bos en daar onze collega's die in het bos wonen, die moeten wel eens hier en daar een dier schieten om in hun eigen vlees te voorzien. Patronen vervoeren we uiteraard in dit soort verpakkingen. Tot zover de directeur van MAF Suriname, Andy Bijkerk, vandaag bij de certificatie van het bedrijf. De vliegmaatschappij doet vooral vluchten voor de medische zending. 20% van de vluchten zijn van commerciële aard en hebben te maken met de toerisme sector.